Maximaal verstappen heeft zaterdag knap de snelste tijd neergezet tijdens de derde en laatste vrije training voor de Grand Prix van Mexico. De 20-jarige coureur van Red Bull Racing kwam op Ultrasoft tot een ronde record van 1.17,113 en was daarmee niet de snelste van de topcoureurs, die elkaar allemaal weinig toegaven. Lewis Hamilton noteerde in 1.17,188 de tweede tijd, gevolgd door Sebastiaan Vettel, 1.17,230, Valtteri Bottas. 1.17,283, Daniel Ricciardo, 1.17,361, en Kimi Raikkonen, 1.17,517. De top 10 werd in Mexico gecompleteerd door Forse India rijders Sergio Perez en Esteban Ocon en het Renault Duo Carlos Saeins en Nico Hulkenberg. Zij slaagden er in tegenstelling tot de drie toptaams niet in om onder de 1.18 te blijven. Verstappen had vrijdag in zowel de eerste als tweede vrije training de derde tijd neergezet. Hij maakte beide sessies niet af vanwege respectievelijk een flinke wijziging in zijn setup en problemen met zijn motor. Later zaterdag. Om 20 uur wordt de kwalificatie verreden op het Autodromo Hermanus Rodriguez. Zondag volgt de race eveneens om dezelfde tijd. Vorig jaar ging de winst naar de coureur Hamilton. Verstappen eindigde destijds aanvankelijk op het podium, maar werd na de race, net als vorige week bij de Grand Prix in de Verenigde Staten, teruggezet van de derde naar de vierde plaats. Hamilton heeft in Mexico aan een vijfde plaats voldoende om twee races voor het einde zijn vierde wereldtitel veilig te stellen. Na zondag wordt er nog gereden in Brazilië, 12 november. En Abu Dhabi, 26 november.